Just watch me fake it, fake it. Oké, nee, dit was echt veel te veel. Nee, dit was niet goed. Maar ik heb ook nog geen les gehad, hè. Vandaag ga ik leren, en jullie dus ook, vallen. Maar dan natuurlijk wel nep vallen, hè. Want echt vallen, dat is not so nice. Maar doen alsof is tof. Hou! Oh, au, mijn knie. Ja, testen we nu dit systeem. Oh, dat komt erin. Let's fake it until we all make it. Maar wat zou ik doen, jongens? Wie zou ik zijn zonder de perfecte faker die mij alles kan maken? De teacher Saskia. Hoi. Fake it till you make it. Hoe doen we dat? Want hoe zorg je er nou voor dat je dus veilig valt? Want je wilt natuurlijk geen pijn hebben. Nee. Stap 1. We gaan eerst leren om je val te breken, want dat is het allerbelangrijkst. Dus wat belangrijk is met een val is dat je hem in een soort van delen opbreekt. Dat je eerst je knie neerzet. En dan, dan je handen of je knieën, dan je heup en dan je arm. Door je val in hapjes te breken, is het veel minder pijnlijk. Oké, dus breek je val. Verdeel je gewicht, verdeel je pijn. Zoiets? Ja. Zo voel je dat het veel minder heftig is dan als je in één keer plat op je buik of plat op je zij zou landen. Ja, precies. 1, 2, 3, 4. Beetje op die manier. 1, 2, 3, 4. Ja. Beter. Ja. Want anders komt echt zo op dat volle gewicht. Komt er allemaal op één punt. En dan doet het gewoon nu, veel meer pijn. Nu verspreid je het eigenlijk. Ja. Netjes. Stap 2. Als we gaan nep vallen, moet je eigenlijk een soort van reden verzinnen dat je valt. Het kan bijvoorbeeld zijn als je aan het lopen bent dat je de grond schopt. Alsof je achter een stoeptegeltje blijft hangen. Oh. Maar je kan ook je voet achter je eigen enkel haken. Dat je eigenlijk je hak schopt. En op die manier kunnen we een nepval inzetten. Faken! Dit werkt wel echt supergoed. Ja. Nice. Stap 3. Is je val kun je heel heftig lijken door je lichaam. Beetje wild te gooien, een arm die valt opzij of je hoofd beweegt. Jouw hoofd gaat helemaal mee. Ja, dus dat is helemaal een knik. Ja. Dus wat je ziet is mijn hoofd raakt net niet de grond. En door mijn handen te plaatsen weet ik waar de grond is en kan ik een hele harde beweging maken met mijn hoofd. Dus je gaat erin en je trekt je hoofd eigenlijk weer omhoog, waardoor je vertelt dat je heel hard je hoofd op de grond stoot. Hij was een beetje traag. Het was meer een... Oh. Ja, beter. Het is wel eentje om goed mee op te passen dat je niet te vaak of te veel doet als je het niet gewend bent. Ja. 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 Stap 4. En je kan ook roepen. Auw, oh, of je schrikt of een kreet of een kreun. Oké, laat het oefenen. Oh. Oh. Dan voel je meteen ook dat die val waarschijnlijk heel pijnlijk was. Ja. Oh. 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 Netjes. Geintje. Stap 5. Check je omgeving en kies de juiste bescherming. Dus nu gaat het supergoed. Maar natuurlijk, wij zitten hier binnen met een matje. Dus een hele fijne omgeving. Mm. Als jij dit straks wil toepassen in de praktijk, buiten of in een andere locatie, dan moet je natuurlijk eerst je omgeving checken. Bijvoorbeeld als jij op straat moet vallen voor nep. Ja, het is wel handig als de straat afgezet is. Dat niet net een bus langskomt. Dat soort dingen. Of dat er scherpe voorwerpen liggen. Dat ze ook aan een straat liggen, soms glas. Nou ja, oeh, ja. Als je weet dat je gaat vallen, dan kan je zorgen dat het opgeruimd is of dat je een ander plekje zoekt. Dus check echt je omgeving en kies voor de juiste bescherming. Neem een matrasje mee, een matje mee. Zou je beschermers aan kunnen doen, zoals bij het skiën of het skateboard. Je hebt ook knieën, ellebogen aan, dat soort dingen. Dus eigenlijk doe je gewoon alles om echte pijn te vermijden. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan moet je het allemaal acteren. Want dat deed geen pijn. Precies. Dus dat is de truc. Make it till you make it. The pro van vandaag is niemand minder dan Maarten Heijmans. Jawel, jawel. We kennen jij natuurlijk vooral als cowboy. Wait a minute. Heb jij je handen gewassen? Sorry. Ik voel er niks voor om een klap te krijgen met een vieze vuist. Heb jij wel eens een val moeten spelen? Zeker. Ja? Ja, als cowboy. Oh ja? Bijvoorbeeld wel. Gaan we even naar kijken. Thank you.
zo werd dit een van de meer rustige dagen in het Wilde Westen. Dit is toch fantastisch? Jullie vallen gewoon kaasrecht naar achteren, een soort plank. Hoe hebben jullie dit gedaan? Oh, ja, oké. Dat is eigenlijk heel simpel. Nou ja, simpel. Je valt gewoon recht naar achter. Ja, maar wat je niet ziet, is het moment dat we landen. En daar zit de truc. Oké. Okay. Bijna altijd, als iemand moet vallen in een film, dan heb je gewoon van die matten, van die, een beetje van die grote gymmatten. En je ontspant gewoon je lijf en dan val je gewoon op die mat. En er wordt dan heel handig omheen gefilmd dat je die niet ziet. Ja. Is heel simpel. Dit doet dus geen pijn? Nee. Maar doe je al die valpartijen nou zelf of heb je daar iemand voor? Een invaller? Een invaller, grappig. Nee, die heb ik helaas niet. Nee, ik moet altijd al mijn val... Scènes waarin ik moest vallen, deed ik zelf. Moet je altijd zelf doen? Ik heb één keer gehad in een scène voor Klokhuis. Was het een pop. Dus dan... Die dus in plaats van jou viel? Ja, ik deed alsof ik ging vallen. Ja. En toen stopte de camera. En toen hebben ze een pop gewoon mijn kostuum aangekleed. En die pop gooide we gewoon. En dat filmden ze. Zo goed. Dat kan je dus ook doen. Je kan ook gewoon een pop gebruiken en die aankleden als jezelf. Heb je een gouden valtip? Stel dat iemand een keer moet vallen in een scène, dat je denkt, denk daar even aan. Ja, bereid je goed voor. Dus heb, als je bijvoorbeeld op je zijkant moet vallen, doe je gewoon tussen je broek en je onderbroek doe je gewoon een stuk karton. En dan doe je dan gewoon je t-shirt overheen, zodat niemand het ziet. Dit nemen we mee. En wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Thanks, Maarten. Ik zie daar de Duitse dames. Ze vallen om. Ja, dit gebeurt bij achteruitlopen. De dames, de Zuid-Afrikaanse raken weg kwijt. En dan de do's en don'ts. Op weg naar perfectie. Ja, Erwin, we kennen de techniek natuurlijk een beetje, maar waar moet je nou echt nog op letten? Doseren. Het is heel belangrijk, je bent gevallen, maar dat je dus heel goed kijkt, wat was de impact? Als jij je kleine teen stoot, dat je dan niet heel groot gaat spelen, dat het enorm veel pijn doet. Dat is niet realistisch. Nee. Maar als jij echt door een vrachtwagen bent overreden, dan is het logisch dat je heel langzaam met heel veel pijn gaat opstaan. Dus je speelt eigenlijk door, ook al ben je gevallen. Oké, check. Kleine val, kleine au. Grote val, grote au. En? Oefenen. Zodat je heel veel variaties van vallen creëert, maar ook vooral de reactie daarna. Kak. Au. Super. Ja, dit is heel goed, want nu blijf je dus ook langer bij de grond. Je bent hard gevallen. Je blijft eigenlijk op zoek naar iemand die je kan helpen. Dus die impact is groter en de val is dan, en de au is dan ook groter. Ja, heel goed. Ja. Make it till you make it. Liefje? Ik ben klaar. Huh? Waarvoor? Boodschappen doen. We zouden toch boodschappen doen? Oh ja. Kom je? Ja, ik kom. Oké. Oeh, mijn enkel. Ja, het gaat. Nee, dat hoeft niet. Dokter? Nee. Ben je zeker weten? Ik moet even kijken of ik het... Geen pijn? Nee. Oh, oké. Okay. Het gaat al. Dan ga ik even snel zelf boodschappen doen, ja? Ja. Blijf jij rustig hier? Ja. Zal ik wat lekkers voor je meenemen? Ah, dat is lief. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Weet je heel erg zeker dat het gaat? Op een trap, ja, het gaat wel. Het is meer de schrik, denk ik. Oké. Okay. Nou, dan ga ik even snel boodschappen doen. Breng ik jou naar de kamer, ja? Ja. Komt. Kom maar. 1, 2. Oké. Gaat wel. Make it till you make it. And did I make it? You made it. Ja? Zeker. De val was heel goed. Je ging er echt voor. En wat het ook heel goed maakte was hoe je daarna reageerde. Weet je, dat je zo met je enkel bezig hield. Dus jij geloofde dit helemaal? Ik geloofde het volledig. Yes, nou, ik ga dit vaker doen, maar wel met dikke mat. Hè. Jongens, je moet nu niet denken, ik ga ook lekker van de trap vallen. Want bij mij lag er dus een dikke mat, waardoor ik niet echt bam op de grond terecht kwam. Want anders had ik hier nu niet meer gestaan. Niet op deze manier in ieder geval. Ik vond dit leuk, ik ga dit vaker doen, maar wel met dikke mat. Dus, I faked it and I made it. Now you fake it till you make it. Fill your body toolbox to the max. Fake it till you make it.